Hey, hallo. Geef eens antwoord. Breda Nu. Je weet het meteen. Het is weer bijna Pasen. Komend weekend is het weer zover en vragen de mensen vandaag wat ze gaan doen. Hello. Wat ga jij doen met Pasen? Eitjes oprapen. Ja. En ga je ook zoeken? Ja. Soms ligt het in de bomen en soms in het terras. En die ligt daar ook cadeautjes op. Ik moet best wel veel werken eigenlijk. Ik wilde eerst naar Paaspop gaan, dus schijnen, maar nu kan dat niet meer, want ik moet werken. Haar verjaardag vieren. Oh, je bent jarig. Zo. Paasbrunch van meteen. Ik ga allereerst met mijn familie naar de kerk en daarna gaan we met mijn familie wat eten. Gezellig. Een paaseitje zoeken? Dat zou kunnen. Dat hebben we al een tijdje niet gedaan. Of Pokémon, want daar lijkt het meer op nu, geloof ik. Ja, we zijn een beetje in de Pokémon. Maar nee, met Pasen gaan wij meestal thuis brunchen. Dus supergezellig. En waarschijnlijk ook wel naar de kerk, maar... Mijn kinderen die komen. Allebei mijn dochters die komen lekker bij mijn brunchen. Dus ik ga een brunchje organiseren. Lekker bij mij thuis. En mijn kinderen die komen gezellig bij mij. En jij? Ik heb nog geen plannen. Paaseitje zoeken? Misschien. Voor het moment echt heb ik nog geen plannen. Met Pasen zijn wij gewoon thuis. En dan komen de kinderen en dan wordt er lekker gegeten. En er wordt zeker een paasei gegeten. En worden ze dan ook nog verstopt? De eieren worden niet verstopt, nee. Wat ga jij doen met Pasen? Hey, hallo. Geef eens antwoord. Breda Nu. Je weet het meteen.